Goedemiddag. Welkom bij de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat. Wij zijn bijeen voor een gesprek met de NAM, Nederlandse Aardoliemaatschappij. Namens de NAM zijn aanwezig de heren Johan Atema en de heer Jurgens. Namens de commissie zijn aanwezig de heer Van der Lee van GroenLinks, mevrouw Agnes Mulder van het CDA, de heer Sinot van D66, de heer Harbers van de VVD. U zult zien dat we in iets kleinere getalen zijn voor de vaste volgers dan gebruikelijk. We hebben een afmelding van mevrouw Dick Faber en de heer Kops, omdat zij andere debatten of activiteiten hebben. De heer Nijboer heeft zich helaas ziek gemeld. Uiteraard wens ik hem beterschap namens de hele commissie. De heer Harbers heeft aangegeven eerder weg te moeten. Ik ben uw voorzitter, Sandra Beckerman namens de SP. Welkom ook aan iedereen op de tribune. Welkom aan iedereen die meekijkt. Wij gaan beginnen. Ik heb met de heer Atema en de heer Jurgens overlegd dat zij een korte inleiding mogen geven. Van ongeveer 5 minuten die zij gebroedelijk verdelen. We zullen zien hoe dat afloopt. Ik zal de heer Atema als eerste het woord geven. Voorzitter, dank u wel. En iedereen bedankt dat wij hier mogen zijn. En wij zullen vandaag spreken over het artikel, het mediabericht van RTV Noord. En we zijn hier om uw vragen te beantwoorden. Voordat ik dat doe, wil ik toch een korte toelichting geven op ons standpunt in deze hele affaire. Ten eerste, we krijgen veel mediaberichten over de NAM. En over het algemeen probeer ik laconiek te zijn, want het is niet goed voor mijn gezondheid om overal op te reageren. Maar in dit geval heb ik daar een uitzondering op gemaakt, want ik vond dit artikel vervelend. En er zijn een drietal redenen. Het eerste is het een artikel wat gaat over een aantijging zonder enige fundering. En wij hebben niet gedreigd, we zullen niet dreigen om Nederland in de kou te zetten. En dat is niet gebeurd en de heer Jurgen zal daar een verdere toelichting op geven. Maar om iets over de NAM te schrijven in deze mate zonder enige bewijslast, zonder enig, wat mij betreft, justificering, is niet goed. En ik heb de RTV Noord op aangesproken en dit is helaas niet de eerste keer dat gebeurd is. Maar goed, dat is één punt. Het tweede punt wat mij toch aan het hart gaat, is dat in deze aantijging worden wij niet aangesproken op een fout die wij gemaakt hebben, maar wij worden aangesproken op wie we zijn. En ik zal het uitleggen. Elk bedrijf heeft een winstoogmerk. Ook de NAM heeft dat. Maar bedrijven die lang bestaan en die succesvol zijn, hebben over het algemeen meer dan een winstoogmerk. Die hebben over het algemeen ook nog ergens een doelstelling om een maatschappelijk nut te hebben. En dat is in aanvulling op het winstoogmerk. En de NAM heeft dat ook. De NAM bestaat 70 jaar. We hebben 70 jaar Nederland van energie voorzien. Eerst olie, later gas. We zijn niet foutloos. Maar in onze intenties zijn wij betrokken om Nederland op een verantwoorde wijze van schone energie te voorzien. Het gaat niet altijd goed, maar dat is wel onze intentie. Dus een suggestie dat de NAM in staat zou zijn of zou willen om Nederland in de kou te zetten, druist volledig in tegen wie wij zijn en waar we voor staan. En daarom is de heer Jurgens niet alleen aangesproken, daarmee spreek je de hele NAM aan. En dan ga ik als directeur daar toch voor staan, want dat vind ik te ver gaan. De derde aanleiding waarom ik toch wat geagiteerd ben, is omdat ik graag zou willen dat we in gesprek blijven. En wat ik gezien heb in deze mediaaffaire is dat een aantal van de aanwezigen, de energiewoordvoerders van de politieke partijen, gereageerd hebben zonder wederhoor. En ik begrijp dat als u een bericht krijgt in een krant of in een RTV Noord nieuwsartikel, dat u daar iets van vindt. Maar ik zou het veel beter vinden dat u wacht met uw oordeel. Eerst met ons praat, zoals we dat vandaag doen, onze vragen stelt en zullen wij die kunnen beantwoorden voordat u een uitspraak doet over ons bedrijf en daar een veroordeling. En ik heb toch gezien dat dat wel gebeurd is. Dus ik wil één vraag aan u stellen en dat is met name aan de heer Sinot en mevrouw Mulder en ook toch wel aan de heer Van der Lee. In de toekomst zullen wij elkaar nodig hebben. De politiek heeft de bedrijven nodig en NAM wil een rol spelen in de energietransitie. NAM wil een rol blijven spelen in de energievoorziening van Nederland. Wij hebben ook u nodig. En als wij fouten maken, kunt u daar op aanspreken. Maar op grond van een artikel, niet gejustificeerd, niet gestaafd, om dan tot een oordeel te komen, vind ik niet goed. Mijn handreiking naar u is om ons te bellen, vragen te stellen en dan kunt u dat alsnog doen. En in dit proces rondom deze mediaaffaire is dat niet gebeurd en ik vind dat niet goed. En dan tenslotte, voorzitter, heb ik een vraag aan u.
U hebt een uitspraak gedaan die ik hier niet ga herhalen. Maar ik vind die uitspraak ongepast en ik vind hem grof. En ik heb een vraag aan u en de vraag is niet waarom zegt u het. Want ik vermoed dat uw antwoord dan is van ja, dat zeg ik omdat ik voor het belang van de Groningers opkom en ik vind dat NAM hele slechte dingen heeft gedaan. Dus dat antwoord denk ik dat ik kan raden. Maar ik vraag iets anders aan u. Beseft u dat als u een heel bedrijf van 1500 medewerkers, inclusief indirecte medewerkers, nog een aantal honderden mensen erbij, waarvan trouwens een redelijk deel hier aanwezig is, als u daar een uitspraak over doet en die hele groep wegzet, dat u dan een klimaat creëert in Groningen wat ook werkelijk aanwezig is, waarbij het voor sommige Groningers legitiem is om mensen die bij de NAM te werken op een bepaalde manier te bejegenen. En ik geloof in uw goede intenties. Ik geloof dat dat niet de doelstelling van uw uitspraak was, maar ik vraag mij af en ik vraag u dus te reflecteren of u doorhebt dat dat ook gepaard gaat met dit soort uitspraken. En er zijn dus NAM'ers die in Groningen wonen, soms al generaties lang, die daar ontzettend veel last van hebben. En ik kan later aanvullen wat dat zoal betekent. Ik draag over aan de heer Jurgens. Dank u wel, heer Aatsma. Geef ik het woord aan de heer Jurgens. Voorzitter, dank u wel voor de uitnodiging. Ik wil in aanvulling op Johan even ingaan op het bewuste overleg van 2 augustus. Ik was daar namens de NAM aanwezig, samen met vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En met een delegatie van de Nationaal Coördinator Groningen, voorgezeten door de voormalige Nationaal Coördinator Groningen zelf. Dit is een overleg. Dit was een overleg dat een onderdeel is van een langere reeks van dit soort overleggen. Die hadden tot doel om te praten over de uitvoering van de versterkingsoperatie. Dus hoe bereiken we veiligheid voor de Groningers? Die overleggen zijn altijd in constructieve sfeer verlopen. En we praten vandaag specifiek over de vraag of bepaalde uitspraken zijn gedaan en met name of er gedreigd is. En laat ik daar heel duidelijk over zijn, want ik was daarbij. Het gaat over mij en ik vind dat heel erg. Ik heb deze uitspraken nooit gedaan en ik heb in dit overleg nooit gedreigd. Ik heb in dit overleg, in eerdere en in latere overleggen, nooit gedreigd. De andere deelnemers aan dat overleg bevestigen dat. De minister heeft daar een brief over geschreven, een paar weken geleden. En ik heb de voormalige nationaal coördinator gebeld. En die staat er ook achter, die bevestigt dat ook. Dat er geen sprake is geweest van een dreigement. Ik wil dat toch heel duidelijk gezegd hebben. We realiseren ons natuurlijk heel goed dat de aardbevingsproblematiek ongelooflijk veel vraagt van alle partijen. Dat weten we heel goed. We zijn blij dat we nu een richting hebben, de NAM, om de zaak publiek te maken, de NAM op afstand te gaan. Dat is een goede zaak en we zullen ons ten volle blijven inzetten om dat zo goed en zo snel mogelijk te realiseren. Daar laat ik het nu eventjes bij. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik nu naar de Kamerleden. U bent zelf heeft iets meer tijd genomen. Ik denk dat dat helemaal geen probleem is. Maar omdat u ook vragen heeft gesteld, zal ik ook de Kamerleden iets uitgebreider dan misschien gebruikelijk het woord geven. Allereerst het woord aan de heer Van der Lee van GroenLinks. 1 of 2 vragen. Ik denk dat we tijd hebben voor 2 per persoon, zeker. Heer Van der Lee. Dank u wel, voorzitter. Dank voor uw komst en voor uw toelichting. Precies wel goed dat ik toch even zeg dat wij geen journalisten zijn. Wij zijn volksvertegenwoordigers, controleurs van een regering. Het is niet aan ons om hoor en wederhoor te passen. En ik vind het ook wel wat moeizaam dat u zich hier neerzet als een slachtoffer. Terwijl ik een verslag van een gesprek onder ogen heb gekregen met een citaat. Waar toch uit blijkt. Afgaande op dat citaat en de authenticiteit van dat verslag is mij in ieder geval voldoende overtuigend onderbouwd. Waar toch
staat dat de NAM geen kosten wil financieren op basis van gewekte verwachtingen. En dat koppelt aan het eerder sluiten van het gasveld. Dus ik wil klip en klaar weten, is die koppeling gelegd in dat gesprek? Hoe komt dit verslag tot stand? Waar komt dit citaat vandaan? Dat is volgens mij vrij essentieel om te weten. En ik vind dat heel essentieel. U kent vast dit boek wel, De Gaskolonie. U kent ook, denk ik, de jarenlange discussie over het gebrek aan transparantie over besluitvorming in het hele gasgebouw. Het is een soort donkere escape room waarvan nooit duidelijk is wie nou een besluit heeft genomen. Dat enig wantrouwen bij volksvertegenwoordigers en degene die de overheid controleren op dit punt, gerechtvaardigd is. Dus verplaats u ook in onze positie. Als je geconfronteerd wordt met dit citaat, dan is het niet meer dan logisch dat je dat heel hoog opneemt. En het is ook niet aan ons om dan met u ons te verstaan, maar ons te verstaan tot de verantwoordelijk bewindspersoon. Dus dat punt wil ik graag maken. En ik wil weten, waar komt dit citaat vandaan? Is dat van A tot Z niet gezegd? Wat is er dan wel gezegd? En hoe moet ik het begrijpen als het gaat ook om een uitspraak dat de NAM eigenlijk de kosten voor gewekte verwachtingen niet wil dragen? Want dat roept ook vragen op, dat is mijn tweede vraag, over wat er daarna is gebeurd. Dit gesprek vindt plaats op een moment dat is besloten ook het helemaal publiekrechtelijk af te gaan handelen, maar aan de achterkant de kosten bij NAM worden neergelegd. Er zijn verwachtingen gewekt rond de versterking. Die gaan tot meer kosten leiden. Moet ik hieruit afleiden dat de NAM die meer kosten aan de achterkant niet gaat dragen? Dus dat zijn voor mij op dit moment de twee vragen die ik graag beantwoord wil zien. Dank u wel. Geef ik het woord aan mevrouw Agnes Mulder, CDA. Ja, voorzitter, dank en dank dat u hier vandaag bent. Ik sluit mij helemaal aan bij de woorden ook van mijn collega van GroenLinks. Met die aanvulling dat ik u hier bewust heb uitgenodigd vanuit de Kamer om uzelf die wederhoor toe te passen. Want een ander instrument heb ik eigenlijk niet om dat publiek te doen. Dus dit is mijn eerste gelegenheid om dat te doen. En ik krijg van u vervolgens daar een veeg uit de pan over. Ja, ik vind dat toch al heel apart. Ik doe echt mijn best en dat heb ik ook bij u teruggekoppeld later in de organisatie. Dus ik zeg maar even zoals het is gegaan. En dan hebben we dus net een bericht van u mogen ontvangen. Een paar A4'tjes en dan staat er op dat A4'tje over de veiligheidsnorm. Na huizingen ontstaat een behoefte aan een dergelijke norm op de eerste pagina. Dus we hebben een veiligheidsnorm nodig. En er ontstaat dus behoefte aan een dergelijke norm. Maar ik denk een behoefte aan een dergelijke norm. Het is geen vraag. Het gaat om veiligheid. We hebben gewoon een veilige norm hoe mensen moeten kunnen wonen. En hier lees ik dan uit, en dat is eigenlijk een plaatje wat ik dan continu weer terug zie en hoor, dat we ervoor moeten knokken om aan die veiligheid te kunnen voldoen. En ik moet wel zeggen dat me dat wel een beetje stoort. En op die manier zoals u hier dan vandaag binnenkomt, ik weet niet of dat dan zo heel erg handig is. Want als die veiligheidsnorm, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om, een rechter die heeft meerdere keren geoordeeld dat de winning naar beneden moet in verband met die veiligheid de afgelopen jaren, ja, dat ging allemaal niet zo gemakkelijk. En dan denk ik van, op welke momenten zijn er dan wel of niet dreigingen geuit? En ik hoop dat u daar vandaag gewoon verstandige woorden over zegt. Want we gaan natuurlijk ook gewoon nog een parlementaire enquête krijgen. En op het moment dat hier dan wordt gezegd dat de andere aanwezigen van dat gesprek het niet hebben ervaren als een dreiging, dan hoop ik dat u zich goed heeft verstaan. Dat we niet op een later moment alsnog horen dat het toch misschien net anders lag. Ik vind het een hele lastige, moet ik zeggen, want hier in deze Kamer proberen wij onze inwoners recht te doen. Ik heb ook altijd geprobeerd u recht te doen als organisatie. En daarom heb ik u vandaag ook uitgenodigd. Ja, en dan voelt het wel een beetje als een koud bad dat u dan eigenlijk aangeeft van, nou, dat ik niet daar verantwoordelijk in zou hebben gehandeld. Ik denk dat er heel veel vragen zijn van mensen. Is dit een patroon, het onder druk zetten door de NAM? Of is dat niet zo? En ik hoop dat u daar vandaag duidelijkheid over kunt geven. Ook richting toekomst, want we zijn nog niet klaar met elkaar. Ook niet in Groningen. En ik hoop dat we elkaar kunnen vinden in het belang van de Groningers. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Agnes Mulder. Geef ik het woord aan de heer Sinot namens de fractie van D66. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik sluit me aan bij wat er zojuist is gezegd door mijn collega's. Als het gaat om de vraag die aan mij is gesteld. Ik ben een volksvertegenwoordiger. Er wordt van alles over mij geschreven.
En daar vinden allerlei mensen dan weer allerlei dingen van. En dat zijn mensen die ik dan overal weer tegenkom en die hebben mij ook niet eerst gebeld. Dat komt erbij als je een publiek persoon bent of zoals in het geval van de NAM een groot en publiek bedrijf. Dat ten eerste. Ten tweede, zitten we hier samen om het erover te hebben? Daar sluit ik aan bij mevrouw Mulder. En waarom ik het er zo graag over wilde hebben, was precies dit. In het hele betoog dat ik zojuist heb gehoord, heb ik geen enkele zelfreflectie gehoord. Het feit dat wij als volksvertegenwoordigers direct zo reageren, is niet omdat het een keer voorkomt en een journalist ons iets onder ogen brengt. Nee, dat is omdat er een lange, lange geschiedenis is geweest van teleurstellingen. Van bewoners die ons bij voortduring moeten helaas moeten vertellen hoe ze zijn afgescheept door de NAM. Hoe ze niet geholpen zijn. Hoe ze met een fooi uiteindelijk die ze maar hebben geaccepteerd. Dat blijkt ook uit het recente Tweede Kameronderzoek. Omdat ze er vanaf wilden zijn. Maar die hen hoogstens helpt om cosmetische ingrepen te doen. Daar hebben we het over. En dan komt dit bericht voorbij. En dan neemt u ons als eerste kwalijk dat wij erop hebben gereageerd. En vervolgens zie ik geen enkele reflectie. Het hele idee van dit gesprek. En als je het dan over hebt met elkaar in gesprek blijven, dan mag je ook verwachten dat je met elkaar in gesprek bent. En dat er ook iets gaat over degene die de afzender is van de boodschappen. En die de veroorzaker is van de schade. En dat heb ik niet gehoord. Dus mijn vraag aan u is nu terug. Waar in dit hele proces kijken jullie met teleurstelling en spijt terug op wat er is gebeurd? Als het gaat om het herstel, als het gaat om het garanderen van de veiligheid van de inwoners en vooral ook als het erom gaat om de Groningers echt op één te zetten toen het erom ging. Bijvoorbeeld bij die onderhandelingen met de overheid. Dat spreekt nergens uit de berichtgeving. Dank aan de heer Sinot. Dan geef ik het woord aan de heer Harbers namens de fractie van VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank aan de heren Atema en Jurgens om hier vandaag dit gesprek met ons aan te gaan. En dank voor uw komst naar Den Haag. Waar we het hier over hebben is een zaak waarin enkele weken geleden de minister van EZK heeft aangegeven dat vanuit zijn zijde zijn mensen zich niet herkennen in het citaat. In aanloop naar dit gesprek hebt u gisteren een uitvoerige brief gestuurd waarin u aangeeft van nou, hoe zat het nou precies in elkaar. Daar zou je dan de kwalificatie op kunnen plakken dat hier mogelijk wel sprake is van een misverstand. Omdat het wel over veiligheid is gegaan, dat geeft u ook aan in het gesprek van gisteren. Maar vanuit het perspectief van de NAM mogelijk precies vanuit de andere kant, namelijk je bent en wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid, maar je mist een aantal instrumenten om dat nog te waarborgen. En die hebben uiteindelijk te maken met de gaswinning zelf en de levering. Maar dan blijft voor mij wel de vraag staan, als dit allemaal berust op een misverstand. Ik waardeer zeer dat het gisteren dan allemaal uiteengezet is. Maar dan had het misverstand ook weken eerder de wereld uit kunnen zijn. Bij wijze van spreken op de dag van de publicatie. En dan had het mogelijk ook nog vragen opgeroepen bij de Kamerleden. Maar waarschijnlijk waren dat dan vragen geweest tussen de Kamer en de verantwoordelijk minister. En ik heb dus twee vragen. De ene is welke lering... Of hoe pakt u dit nou op? Want dit kan veel vaker voorkomen. En ik zou toch dringend aanraden, zo'n brief als gisteren, de eigen visie, leg die er gelijk naast. Dat helpt overigens ook ons hier in de beoordeling van wat er gebeurd is. Dan kunnen we er allemaal nog van vinden wat we vinden. Maar dan hoeven we niet zo lang op zoek naar die feiten. De andere vraag is dus overigens ook door voorgangers al wel gezegd. Nu we toch deze gelegenheid hebben, zou ik heel graag in kort bestek iets van u willen horen hoe we dit naar de toekomst gaan doen. Er spelen nog een aantal ingewikkelde discussies. Ook met de transitie van schade, herstel en versterking die in Groningen loopt. Ook met de afwikkeling, ook de financiële afwikkeling van het besluit om versneld te stoppen met de gaswinning. Kunt u in kort bestek iets zeggen hoe NAM in die discussie zit richting de toekomst? Dank aan de heer Harbers. Dan geef ik nu het voorzitterschap over aan mevrouw Agnes Mulder. Zodat mevrouw Beckerman van de SP natuurlijk ook gelegenheid heeft om het gesprek met u aan te gaan, want u hebt ook haar aangesproken. Mevrouw Beckerman van de SP. Ja, dank u wel, voorzitter.
De NAM heeft de schadeafhandeling desastreus laten verlopen. En de NAM heeft, zo blijkt uit nieuw onderzoek, ondanks haar belofte om oude schades ruimhartig af te handelen, 63% van de gedupeerden onvoldoende geld gegeven om schade te herstellen. En de NAM heeft keer op keer gedupeerden met schade jarenlang bij de rechter bevochten. En de NAM, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, heeft er mede voor gezorgd dat meer dan 10.000 Groningers ziek zijn door hoe er met ze is omgegaan. En de NAM heeft er ook deze week weer voor gekozen om deze mensen niet collectief smartengeld te geven, maar ze weer te bevechten bij de rechter. En de NAM heeft nog steeds invloed op de versterking van onveilige gebouwen en ook dat loopt dramatisch. En dan komt daar nu bij dat de NAM een poging heeft gedaan om de staat te chanteren. Ja, voorzitter, en ik geef de heer Atema op één punt gelijk. Ik heb inderdaad niet uw medewerkers aangesproken. Ik heb de top van uw bedrijf aangesproken. Ja, voorzitter, want na deze hele optelsom die Groningers kapot heeft gemaakt, heb ik inderdaad gesproken van harteloze schoften. En ik sluit mij aan bij de vragen van de vorige, maar ik zou heel graag van u willen weten. Kunt u mij uitleggen waarom na alles wat uw bedrijf samen met Shell, Exxon en de staat heeft gedaan, dat een onterechte typering zou zijn? Dank u wel. Daarbij geef ik het woord terug aan de voorzitter, mevrouw Berkeman. Dank u wel. En dan neem ik dat voorzitterschap graag weer aan. En dan geef ik het woord aan de heer Atema voor de beantwoording. Zou u misschien via de microfoon, dan wordt het opgenomen. Zeker. Ik zal de meeste vragen beantwoorden, wellicht dat ik één vraag doorschuif aan meneer Jurgens. Laat ik beginnen met de eerste punt wat ik gemaakt heb aan de heer Van der Lee, mevrouw Mulder en Sinot. Ik begrijp heel goed dat u geen media bent. Dat is mij duidelijk. Het zit er maar in dat ik de procesvolgorde van een oordeel vellen over iemand graag zou willen hebben naar horen en wederhoren. U hebt er alle drie geen antwoord op gegeven. U bent alle drie verontwaardigd dat ik daar verhalen kom halen. En dat is prima, maar we worden het dus niet met elkaar eens dat als er iets over de heer Sinot wordt geschreven op de publieke media, dat mijn oordeel niet geveld wordt totdat ik het van u gehoord heb. Maar goed, daar zijn we blijkbaar verschillend in. Maar dat was voor de rest geen vraag. De heer Sinot vraagt een reflectie. We zitten hier vandaag door een artikel over een dreigement wat de NAM gedaan zou hebben rondom gaswinning ten opzichte van veiligheid en kosten. Daar hoef ik niet lang over te reflecteren, want wij hebben dat dreigement niet gemaakt. Als u mij vraagt van, ja, maar ik wil een reflectie hebben over schadeherstel, de versterking en het hele Groningen dossier, dat zult u van ons krijgen en ik mag aannemen dat we dat ook van alle betrokkenen krijgen tijdens de parlementaire enquêtecommissie. Want dat is NAM met heel veel partijen die tientallen jaren betrokken zijn geweest bij dit dossier. Wij zullen ons daarop voorbereiden en wij zullen daar een transparant en eerlijk verhaal houden. Ik denk niet dat ik vandaag voorbereid ben om 12 jaar lang of 40 jaar lang antwoorden te gaan geven op wat er in Groningen gebeurd is. En daar hebben we een apart proces voor. Mevrouw Mulder vraagt om een norm en die zegt van ja, waarom moest die norm toen pas komen? Het antwoord is ook, mevrouw Mulder, dat normen niet door bedrijven worden gesteld, maar door een overheid. En een veiligheidsnorm wordt niet door NAM vastgesteld, wordt door de centrale overheid, onze regering, vastgesteld. En die heeft daar instanties voor. Dus het feit dat die normen niet was, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En ik kan daar niet de totale verantwoordelijkheid van de NAM naartoe nemen. Moeten wij veilig werken? Ja. Hebben wij onze eigen normen? Ja. Maar was er in die tijd een veiligheidsnorm voor dit dossier ontwikkeld? Dat was er niet. En dat is uiteindelijk ook door de overheid, het ministerie, ontwikkeld aan de hand van mijn norm. Het ging nog over kosten, meer kosten. De heer Van der Lee betalen wij voor de kosten die gepaard gaan met onze activiteiten in Groningen. Ik kan heel simpel zijn. Waar wij activiteiten ondernemen die schade met zich meebrengen, of het nou materiële schade is of immateriële schade, zullen wij die schade betalen. De heer Atema, ik hoop dat u het niet vervelend vindt, maar er zijn een aantal leden die willen intrumperen. En dan moet ik toch mijn excuses maken voor iets. De griffier meldde mij zojuist dat ik als voorzitter moet zeggen dat ik had moeten zeggen dat er niet geapplaudisseerd mag worden. Dus die excuses maak ik, dat was een omissie van mij. De heer Van der Lee wil graag een vervolgvraag stellen aan de heer Atema. En ik zag ook mevrouw Agnes Mulder. Eerst de heer Van der Lee. Ik kom zo nog even terug op het schade, maar het gaat me toch even over dat u niets zegt over dit citaat.
Waar komt dit citaat vandaan? Kom bij de heer Jurgens zometeen. Die was erbij. Ja. Meneer Jurgens was in dit gesprek. Ja. Dus ik stel voor dat meneer Jurgens op die vraag antwoord gaat geven. Is dat oké? Dat is wel oké. Maar dan kom ik weer even terug op het verwijt dat u nu ook in tweede instantie weer naar ons maakt. Kijk, als wij een document in handen krijgen met een helder citaat, dan reageren wij op dat document. Als ik kijk naar wat ik heb gezegd, dan reageer ik op een citaat waar een vorm van chantage in lijkt te zitten. Dat is wat ik daarover heb gezegd. Dat is heel normaal in onze manier van werken over allerlei documenten die opeens oppoppen. Dan gaan we niet met degene die dat document heeft gemaakt eerst eens een dialoog aan. Dat is ook niet de rol van een volksvertegenwoordiger. En ik wil toch graag gezegd hebben dat de verwachting die u daar dan kennelijk over hebt, een misplaatste verwachting is. Wat u mag verwachten, en dat is ook iets wat ik doe, is met u in gesprek gaan over inhoudelijke kwesties, op werkbezoek gaan. Ik ben ook bij de heer Jurgens in Norg geweest. Die dialoog is wat mij betreft gewoon gaande. Maar als ik een document onder ogen krijg waar iets in staat wat haaks lijkt te staan op wat mij wordt verteld als parlementariër, dan reageer ik daarop. En dat moet ik ook doen. En dat moet iedere parlementariër doen. Ik denk dat de vraag moet u zich beseffen. Helder is. En dan ga ik naar de heer Aatsma. En niet voordat ik opwijs dat meneer u niet spreekt, graag allemaal de microfoons uitzetten, omdat dat beter te volgen is thuis. Ja, Aatsma. Dat zal ik doen. Ik ben erg nieuwsgierig naar het document wat u gezien hebt, wat ik blijkbaar niet gezien heb. Dus als u documenten ziet die bewijzen dat wij die uitspraken gedaan hebben, dan zou ik voorstellen dat we die documenten boven tafel krijgen, want die hebben wij niet te pakken gekregen. Laat ik naar meneer Jurgens gaan voor het antwoord op het citaat. De heer Jurgens. Ja, dank u wel. De vraag is, allereerst, meneer Van der Lee, u heeft het over een citaat. Ik heb die woorden niet zo gezegd. Dus wat mij betreft kan er geen sprake zijn van een citaat. We kennen dat document ook niet. Het is dus geen verslag, geen vastgesteld verslag. Het is al helemaal niet met ons besproken of gedeeld. Dus laat ik uitleggen waar het gesprek wel over ging. En dan komen we aardig in de buurt van wat meneer Harbers ook al zegt. Dit gesprek vindt plaats vorige zomer. Er is dan veel gebeurd. Het veld gaat dicht, de NAM gaat op afstand. Mijn raad heeft een advies gegeven. Dat zijn allemaal hele goede zaken die richting de oplossing gaan. En waar dit gesprek over ging, is hoe geven we dat vorm? Met name, hoe laten we die versterkingsoperatie zo snel mogelijk voortgaan met de NAM op afstand? Dus hoe krijgen we de NAM eruit? Daar ging dit gesprek over. In dat gesprek is de nadruk op veiligheid. Dus dan ook nog even, mevrouw Mulder, u zegt, hebben we nou een norm nodig om het over veiligheid te hebben? Voor ons was het belangrijkste van dat gesprek om die veiligheid zo snel mogelijk te realiseren. Volgens een norm, of nog sneller, in het algemeen de veiligheid van de Groningers. Daar gaat versterken over en daar ging dat overleg ook over. En als je het dan hebt over veiligheid, dan heb je grofweg twee instrumenten die je kunt gebruiken. Dat is aan de ene kant kun je de dreiging naar beneden proberen te krijgen. Dat doe je door de productie te verlagen. Aan de andere kant kun je versterken. Dat zijn de twee knoppen waar je aan kunt draaien. Dat staat ook in het document dat u gisteren heeft gekregen. En het zijn als het ware communicerende vaten. Dus als de één minder goed loopt dan je had gehoopt, dan zou je harder aan de andere moeten gaan trekken. Dus het gaat over de driehoek: veiligheid, productie en versterkingsopgave. En dat is het gesprek geweest. En dan komen dus die drie componenten komen samen. En ik denk dat het dus een misverstand is. We hebben dat nooit besproken in de context van kosten. Het gaat gewoon om die veiligheid zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. En dat zijn lastige keuzes. En we zijn dus ook, dit zijn keuzes die kun je als privaat bedrijf, en die mag je als privaat bedrijf ook niet maken. Daarom is het ook goed dat dit allemaal publiek gemaakt wordt, inclusief deze afwegingen. En we zien dus dat de minister in de tussentijd ook al verder heeft gedraaid aan die productieknop. Dus het gaat over de dynamiek tussen productieverlaging, versterkingsopgave om die veiligheid te creëren.
Ik merk dat er bij de Kamerleden nog meer gevraagd moet worden op dit punt. En daar geef ik dan even de mogelijkheid toe. Meneer Jurgens, zou u even uw microfoon willen uitzetten? Ik zag zowel de heer Sinot, mevrouw Agnes Mulder, als de heer Van der Lee op dit punt, geloof ik, toch? De heer Sinot? Nou, bij mij ging het nog even over die reflectie. Dus dat wil ik anders straks ook wat zeggen, want dan kunnen we het even bij dit punt houden. Ja, de vragen wel inderdaad bundelen per onderwerp, mevrouw Agnes Mulder. Natuurlijk is het mij volstrekt helder dat je aan verschillende knoppen kan draaien. Ik bedoel, dat zegt uw notitie, maar dat weten we natuurlijk al wel een paar jaar hier ook in de Tweede Kamer. Waarom ben ik begonnen over dat punt wat u zelf in de notitie naar voren brengt over dat er behoefte ontstaat aan een norm? Omdat we gewoon harde veiligheid nodig hebben in Groningen. Dus moeten we gaan draaien aan die knop om de gaswinning naar beneden te brengen. En dus moeten we zorgen voor versterking. Meidam die zegt dat ook, hè? In 2015. Je hebt 5 jaar nodig om te versterken. Nou, we zijn 5 jaar verder. Het is al bijna 2020. Er is helemaal geen moer gedaan in die hele versterking. En ik denk dat iedereen dat heeft gezien. En onze vraag is van, ja, heeft u nou uiteindelijk gedreigd, ook op het gebied van de versterking, zowel als het verminderen van de gaswinning, en heeft u mensen onder druk gezet? En ik wil dat graag weten, want we gaan nog verder met elkaar samenwerken. En ik hoop dus dat dat niet zo is. Maar als het wel zo is, dan hoor ik het maar liever nu ook, want dan weten we het ook. Ik denk dat de vraag inderdaad heel helder is. De heer Aatsma of de heer Jurgens, nog een poging? Ja, zal ik het maar doen. Ik heb nooit gedreigd en ik heb nooit mensen onder druk gezet. Daar kan ik heel kort over zijn, echt. Dat heb ik niet gedaan. Het gesprek ging er toen in die dagen over dat de veiligheid, wat u zei, hè, u zegt zelf de versterkingsoperatie duurde langer dan we gehoopt hadden. Dat is ook de discussie geweest in de zomer van vorig jaar. Dat is ook uitgebreid met u besproken hier, dat de prognoses, het tempo waarin het ging, duurde, was de opgave was zoveel groter dan iedereen had gedacht. En daarom zou het lang duren, zou het ook langer duren dan de Meiland-norm toe zou staan. En wat doe je dan? Wat zijn dan de mogelijkheden? Mijn raadadvies praat daarover, maar dit gesprek ging precies daarover. Wat doe je dan? Dan kun je je versterkingsoperatie aan gaan passen, of je kunt aan die versterkingsknop draaien. Daar ging het over. Ik heb nooit gedreigd. Het is ook helemaal niet in onze macht om unilateraal de gasproductie naar beneden te draaien. Dank u wel. En toch zie ik nog steeds veel vingers. De heer Van der Lee. Ja, over de inhoud heb ik ook allerlei meningen, maar het gaat me nu toch even. Ik ben zelf 8 jaar lid geweest van de Raad Bestuur. Ik ben ook een aantal jaren bestuursvoorzitter geweest. Als je zo'n belangrijk overleg hebt, dan komt er een verslag. Zegt u nou dat er geen verslag bestaat van dit overleg? Zegt u nou dat er wel een verslag is gemaakt, maar dat het niet is geaccordeerd door de partijen? Of was dit een vrijblijvende dialoog die u wekelijks had? Ik bedoel, dit zijn toch cruciale momenten? Dan moeten er toch afspraken op papier worden gezet? De heer Jurgens. Er is geen verslag van dit overleg. Van deze overleggen zijn geen verslagen. Dit zijn overleggen waarin praktische zaken worden besproken. Waarin de beslissingen worden uitgewerkt. Het is ingewikkeld, dat is ook zo. Maar hier zijn geen verslagen van. Van de vervolggesprekken zijn ook geen verslagen. De heer Van der Lemmer, dit is denk ik wel even de laatste poging. Daarna laat ik echt de heren beantwoorden. En wij hebben dat ook nooit, wij hebben daar nooit behoefte aan gehad. De overleggen die wij hebben gehad met NCG en het ministerie van EZK, die zijn altijd constructief geweest. Daar hebben we altijd elkaar goed verstaan. Zo is het. Oké, dan ga ik naar de heer Van der Lee, naar de heer Sinot. En ik denk dat we daarna even wat ruimte moeten geven om dat te beantwoorden. De heer Van der Lee. Ja, goed. Collega's hebben er terecht naar verwezen. Dit zijn zaken die we in die parlementaire enquête moeten onderzoeken. Maar kijk, mijn probleem is dat in het voorjaar van 2015 zat de voorganger van de heer Aatema hier. En die heeft toen gezegd, ja, wij zijn als NAM eigenlijk alleen maar toehoorder. Anderen nemen de beslissingen in het gasgebouw. Dit zijn posities die we vaker hebben gehoord van mensen in het gasgebouw. En als je dan ook hoort, er worden belangrijke gesprekken gevoerd, maar er worden geen verslagen gemaakt, dan is het niet meer te achterhalen wie waarvoor nou verantwoordelijk is. En dan kan iedereen zeggen, ja, het was niet mijn verantwoordelijkheid, of ik heb dit niet gedaan of dat niet gedaan. Achterhalen kan het niet meer. En om dan nog eens het verwijt te horen
dat wij onterecht reageren op het moment dat wij zo'n document krijgen, ja, dat kan toch niet? Dan moet u toch accepteren dat die vragen leven en dat dat niet inzichtelijk en onderbouwd kan worden van uw kant. Dat is het probleem waar wij het mee te maken hebben. Dank u wel. Vraag is helder, de heer Jurgens. Was er maar een verslag geweest dat we gezamenlijk hadden geaccordeerd, dan had dit er niet ingestaan. Ik ben het helemaal met u eens. Kijk, je moet natuurlijk... ik denk dat u overdrijft hoe cruciaal dit overleg was. Dit is een serie van overleggen en die hebben uiteindelijk geleid tot bijvoorbeeld de overeenkomst versterken, waarbij gewoon geregeld is dat NAM helemaal niets meer met de versterkingsoperatie te maken heeft. Maar dit is een aanloop daarvan. Maar was er maar een verslag geweest, dan hadden we dit gesprek niet hoeven hebben. Dank u wel. Dan zie ik nog een interruptie van de heer Sinot. Ja, er is geen verslag, hoor ik. Ik denk dat de heer Van der Leden heel behartigde woorden over heeft, zo hoe betreurswaardig het is. Toch ligt hier wel degelijk een document van iemand die ook bij die gesprekken aanwezig was. En die gewoon NAM financiert geen kosten vanuit gewekte verwachtingen. Als de bestuurlijke partijen hier wel op in willen zetten, dan kan dit alleen als dit samengaat met een instructie van EZK en de overgang van de aansprakelijkheid naar een andere partij. Zo niet wordt NAM gedwongen om eerder het gasveld te sluiten dan wat praktisch is voor Nederland. Dus mijn vraag is, hier kan niet anders dan uitgelezen worden dat we zetten Nederland desnoods in de kou als wij die verantwoordelijkheid moeten dragen. En daar bent u nog steeds niet op ingegaan. Ik krijg een verhaal over knoppen en dat het allemaal samenhangt, maar het punt is hier dat het past in een groter patroon van de NAM die anderen onder druk zet om uiteindelijk zijn eigen belang voorop te stellen in plaats van dat van de gedupeerden. En daar bent u niet op ingegaan en daar vroeg ik reflectie over. Dank u wel, de heer Atema. Het is lastig jezelf te verdedigen tegen een document wat ik niet ken, wat u daar voor u hebt liggen en dat door iemand is opgeschreven. En het is ook de omgekeerde wereld dat ik me zou moeten veroordelen of moeten vrijpleiten voor iets wat u voorleest. En dat is geen verslag. En u zegt er is geen verslag, dus dan zal de beschuldiging wel waar zijn. Wij hebben nu meerdere keren herhaald dat wij niet gedreigd hebben. Dat wij hebben meegewerkt aan de versterking. Dat we meegewerkt hebben aan Groningen nul brengen. En dat wij alleen maar constructief gewerkt hebben. Dat is bevestigd door het ministerie van Economische Zaken. Het is bevestigd door de Nationaal Coördinator Groningen. Dat waren mensen die bij het gesprek aanwezig waren. Ik was er niet bij, maar u was er ook niet bij. En ik denk dat de heer Jurgens voldoende herhaald heeft dat deze dreigementen niet zijn geuit. Dat was het artikel in RTV Noord en daar hebt u op gereageerd. En u kunt er allerlei dingen bij halen, maar dat was de essentie. En uw antwoorden roepen toch meer vragen op. Ik geef nog één keer het woord aan de heer Sinot. En ik denk dat we daarna echt moeten kijken of er wat meer vragen beantwoord kunnen worden. Maar het lijkt me goed om op dit punt nog heel even door te gaan, de heer Sinot. Ja, mevrouw de voorzitter, misschien moet ik geen vraag stellen, maar zeggen wat voor antwoord ik eigenlijk gehoopt had. Wat ik op gehoopt had, was als je met elkaar in dialoog bent, dat er iets van begrip is van nou, ik ben er niet blij mee dat er niet gevraagd is om een reactie door de parlementariërs. Maar ik snap wel, gezien de loop van de zaken, dat het zo gelopen is. En ik ben ook blij dat ik hier zit om er nu toe te lichten hoe het echt gegaan is. Maar juist de houding en de manier waarop nu gereageerd wordt, sterkt mij alleen maar in de overtuiging dat we er nog lang niet zijn met de NAM op deze manier. Want het blijft alleen maar direct weer een verwijt maken naar mensen die gewoon willen weten hoe het zit. Punt is helder, de heer Atema. Ik maak niemand een verwijt om vragen te stellen om te willen weten hoe het zit. Dat wil ik namelijk ook. Ik vind het wel vervelend als de veroordeling voor dat gesprek komt. En dat is in uw geval ook gebeurd. Ik had nog één vraag van de heer Harbers die ik wilde beantwoorden. Dat ging over het media-artikel en hoe wij erop gereageerd hebben en waarom dit aan de bron niet bestreden is, waardoor deze hele affaire zo lang geduurd heeft. Mijn reflectie daarop is dat het soms moeilijk is om dat tegen te houden. Wij hebben dit artikel proberen te beïnvloeden in die zin dat wij zeggen wij hebben dat verslag niet. Waar komt het vandaan? Niemand heeft ons iets kunnen overleggen. RTV Noord heeft uiteindelijk het wel gepubliceerd. Kunnen wij effectiever zijn in dat managen van dit soort affaires? Dat denk ik eigenlijk wel. Ik denk dat we assertiever moeten zijn en duidelijker moeten zijn in onze uitspraken, zoals we dat vandaag doen. Hopelijk had dat geholpen. Dus heeft dit een schoonheidsprijs van hoe wij met de media omgaan? Dat denk ik eigenlijk niet. Kunnen wij altijd voorkomen dat iemand iets over ons roept op sociale media of iets over ons schrijft op in een ander medium? Ik verwacht niet dat ik die hoop moet hebben. En mevrouw Beckermans, u als voorzitter, ik heb u niet antwoord op mijn vraag horen geven. U hebt wel gezegd, nou, de namers zijn niet een stelletje hardloze schoften, maar ik ben het wel. Maar dan mag ik het toch persoonlijk maken.
Mijn vraag aan u was, beseft u dat als u een groep mensen wegzet zoals u dat gedaan hebt, dat daar consequenties aan vastzitten met dit soort bewoordingen door een volksvertegenwoordiger die veel negatiever zijn dan wat u waarschijnlijk als intentie hebt? Dat was mijn vraag. Ik kijk naar de heer Jurgens of hij ook nog antwoorden wil geven. Dat is het geval, de heer Jurgens. Ja, nou, meneer Sienold, u vroeg ook, u vraagt om reflectie. Kijk, wij zijn een technisch bedrijf. En zo hebben we dit ook aangepakt. En dat is wel een rode draad die je terugziet in het hele zaakje. Dus wij baseren ons op ratio en op techniek. En wij proberen effectief en efficiënt te zijn, een tempo te maken op industriële schaal. En dat gaat ten koste van de humane kant. Dat is ook zo. En daar hebben we dus een behoorlijk aantal blauwe ogen over opgelopen. Daar willen wij lering uit trekken. Daarom zijn wij ook blij. Ook daarom zijn we blij dat dat de overheid het hier overneemt. Behalve dat er dus vele afwegingen gemaakt moeten worden, die wij niet kunnen en mogen maken, is de overheid ook gewoon veel beter om de menselijke kant van het verhaal mee te nemen op een manier dat er wel voortgang gemaakt wordt. Dus als je kijkt naar hoe het, mevrouw Beckerman, u noemt zelf de schadeafhandeling, dat stroef verlopen is. Dat heeft hier ook mee te maken. Ja, dank u wel, heer Aatma en de heer Jurgens. De griffier houdt de vragen bij en ziet dat er nog niet op alles beantwoord is. Ik denk dat het goed is om gewoon weer een rondje naar de commissie te doen. Bijvoorbeeld de vraag van de heer Harbers, hoe ziet u de toekomst? Staat bijvoorbeeld nog open? Zo zijn er meer. Maar misschien doen we gewoon een korte tweede ronde richting de commissie, als u daarmee akkoord bent. Commissieleden, misschien deze keer inderdaad proberen om het iets korter te doen. De heer Van der Leeg, GroenLinks. Ja, toch even over de schadeafhandeling en het betalen van kosten. U zegt de NAM betaalt alle materiële en immateriële schade. Ga ik niet nu in op het Centrum Veilig Wonen en de zwakke dossiers die we hebben gezien, zowel op schade als versterken. Maar mijn punt, terugkerend op het gespreksverslag dat ik heb gezien, gaat niet om één citaat, maar ik heb een heel verslag gezien. Dit citaat staat daarin en er wordt iets gezegd over het niet willen financieren van kosten uit gewekte verwachtingen. Kijk, materiële en immateriële schade is schade. Maar we zien in de versterkingstraject dat omdat er eerdere stappen zijn gezet en de inzichten veranderen, er verwachtingen zijn gewekt, zonder dat dat per definitie betekent dat er sprake is van schade. En ik wil helderheid hebben over die kosten. Worden die kosten ook aan de achterkant door NAM betaald, ja of nee? Mevrouw Agnes Mulder. Ja, ik had gevraagd of de NAM eerder heeft gedreigd de winning niet te verlagen. Dus dat is een hele concrete vraag en die zou ik graag beantwoord willen zien. En toch nog even terugkomen, want het blijft een beetje hangen, dat de NAM vindt dat ik kennelijk geen wederhoor toepas. Ik heb het, mijn citaten hier voor liggen, dus ik vraag me af, waar heeft u specifiek moeite mee, wat ik heb gezegd in de media? Want u gaat wel even hoog over en u geeft ons een veeg uit de pan, maar dan hoor ik heel graag waar u dan heel specifiek moeite mee heeft. De heer Sienold. Ja, kijk, we zitten hier bij elkaar om van dingen te leren. Ik hoorde net de heer Jurgens behartigenswaardige woorden zeggen over blauwe plekken opgelopen. En we zijn een technisch bedrijf. Ik denk dat daar wat in zit. Maar dat betekent ook iets voor de toekomst. Nu zijn er nog allerlei schadeafhandelingen die lopen. En er is bij de kleine gasvelden is NAM ook een grote speler. Ook daar maken mensen zich zorgen. Wat voor NAM gaan die dan zien? En wat voor NAM gaan ze in Groningen zien? Is dat een andere NAM dan we de afgelopen jaren hebben gezien?
en ook heel anders dan uit deze documenten spreekt. De heer Harbers. Ja, voor mij was de vraag nog blijven liggen. Er is heel veel lering hieruit te trekken. U geeft dat zelf ook al aan. U zegt, ja, we zijn een technisch bedrijf en dit is andere, nou ja, andere kost. Los van het feit dat de overheid rond versterking en schade de zaak overneemt, zou ik wel denken dat de NAM, ook als het technisch blijft, nog steeds wel mensen nodig heeft die ook dit soort zaken managen. En dan nog mijn bredere vraag uit de eerste ronde, hè, van de issues, niet uit het verleden, maar uit de toekomst waar we staan. Kunt u daar kort op ingaan hoe de NAM daarin zit? Dus de overdracht van alles rond versterking en schade, centrum veilig wonen, de financiële afwikkeling van het winningsbesluit, et cetera. Mevrouw Agnes Mulder, zou u even het voorzitterschap? Natuurlijk wil ik dat. Het woord is aan mevrouw Beckerman van de SP. Ja, voorzitter, ik erger me wel echt hier. Er worden geen antwoorden gegeven. Ik zie een NAM die in de slachtofferrol duikt. Dat zag ik ook in een eerder interview, bijvoorbeeld in het Dagblad van het Noorden. Anderhalve maand geleden zei u nog, ja, ik kan het me niet herinneren, maar ontkent nu de woorden niet. Nu ontkent de woorden weer, maakt een draai. U zegt in de krant vertrouwen terug te willen winnen en dat doen door goed te presteren. Maar uw daden, die blijven daar haaks op staan. En ja, we krijgen gewoon geen antwoorden nu als commissie vandaag. En ik dacht, misschien moet ik het gewoon simpeler maken. Een multiple choice test, A of B. Ja, wat is het nou? Is het A, u bent slachtoffer en u ontkent wat er allemaal gebeurd is? Of B, en u heeft namelijk wel degelijk mogelijkheden. U kunt alle documenten openbaar maken. U kunt alle oude schades die nog openstaan echt goed afhandelen en stoppen bij de rechter. U kunt nu direct de immateriële schade vergoeden. En u kunt ook nog eens een keer, zolang er nog gedupeerden zijn in Groningen die wachten, niet die 90 miljoen of nog meer van de staat accepteren. Optie B is, u heeft nog zoveel dingen die u zou kunnen doen. Als u echt meent wat u in Dagblad van Noorden zegt, namelijk dat u vertrouwen wilt terugwinnen, dan kiest u voor antwoord B, maar ik zie hier een NAM die kiest voor antwoord A. U kiest zelf voor die slachtofferrol, u geeft ons de schuld en u geeft geen antwoorden. Maar ik hoop dat u voor antwoord B wil kiezen. Ik geef het woord weer terug aan de voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de NAM. Allereerst aan de heer Atema. Ik zal een aantal vragen beantwoorden en proberen te beantwoorden en de heer Jurgens volgt dat op. De eerste vraag van de heer Van der Lee. Kijk, schade als gevolg van onze activiteiten zijn we verantwoordelijk voor en gaan wij betalen. En of dat nou immaterieel is of materieel, dat moet niet uitmaken. Andere kosten die gemaakt worden, die niets met onze bedrijfsactiviteiten te maken hebben, zullen wij niet betalen. Nou, er zit daar een grijs gebied tussen, ongetwijfeld. En ik denk dat we alleen in overleg eruit komen hoe dat dan zit. Maar in principe zijn wij als bedrijf verantwoordelijk voor wat we doen en wat wij als gevolgen met ons meebrengen. Daar zullen wij de schade en de versterking voor betalen. Mag ik eerst het rijtje afwerken en dan kunnen we hier terugkomen? Van de voorzitter mag het. Dus laat u... Nee, meneer Van Lee, één moment. We doen het via de voorzitter. Ik laat dit keer de heer Atema even afmaken en dan geef ik u het woord. Okay? En dan kan de heer Wurgers volgen en dan komen we terug bij de heer Van Lee. Eerder gedreigd, mevrouw Mulder, voor zover ik weet niet. Simpel antwoord, ik ben in 2018 begonnen. Ik heb het in Elf van Noord gedaan en het is mij niet bekend dat wij eerder gedreigd hebben zoals u vroeg. Op het citaat kan de heer Jurgens beter ingaan, maar die was erbij en over hem gaat het. Dan een aantal vragen over een andere NAM van meneer Sinot en de heer Harbers. Ik denk dat de NAM absoluut geen slachtoffer is. En zo voelt het ook niet. Ik denk wel dat de NAM een ander bedrijf is. Ik ben er zelf vorig jaar teruggekomen en ik zie een heel ander bedrijf dan wat wij waren. Wij waren een uitermate technisch goed bedrijf met soms weinig empathie. Wat ik gezien heb, is dat ook de NAM'ers wel een ontwikkeling hebben doorgemaakt, noodgedwongen. En dat dit bedrijf zich veel beter realiseert in wat voor speelveld ze spelen, dat ze een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Nou, een van de gevolgen voor de toekomst, meneer Harbers, is dat waar wij opereren en waar wij gaswinning zullen ondernemen, dat ik ervoor sta dat als daar aardbevingen plaatsvinden en we hebben de markering aangegeven voorlopig van 3.0, dat ik die velden zal insluiten. Dus we zullen geen tweede Groningen creëren. En dat kan ook omdat het om kleine velden gaat. Die kunnen we ook insluiten. Dus ik wil duidelijkheid vooraf geven aan de mensen van
Het kan niet waar zijn dat als wij als mijnbouwbedrijf ergens opereren, dat mensen zoveel last van ons hebben, inclusief schade, inclusief versterking en inclusief waardevermindering. Dus die situaties gaan wij voorkomen. Nou, 3.0 is het juiste getal, daar komen we achter. Dat moet toch in overleg gaan plaatsvinden en dat zal per gebied kunnen verschillen. Maar in elk geval hebben we die duidelijkheid vooraf gegeven. Ik denk dat we aan de achterkant, en daar ben ik wel bij betrokken, van waar wij nu nog betrokken zijn aan de schadeafhandeling, heel genereus zijn. En dat is voor goede redenen. We hebben 6.000 oude schadegevallen overgenomen in 2018. Er zijn er nog een paar honderd overgebleven die via arbitrage lopen. En ik zal u eerlijk vertellen, ik ben er persoonlijk bij betrokken om die situaties door te spreken. En over het algemeen doen we dat met de burgemeesters en met de lokale wethouders. Dat zijn uitermate schrijnende gevallen, waar vaak niet alleen schade een rol speelt, maar ook hele andere problematiek, schuldsanering en andere zorgen. Wij proberen daar echt ruimhartig met die situaties om te geven. We laten het over het algemeen aan de gemeentes over om dat op te lossen. Maar die staan veel dichter bij de mensen, zijn veel neutraler. Dus daar ziet u een andere NAM. En ik zou willen dat u datzelfde beeld krijgt van de burgemeesters waar wij mee werken. Is dat iets al wat wij al sinds 2012 doen? Niet. Dat is wel een ontwikkeling. Maar ik denk dat wij als bedrijf anders uit deze crisis komen dan we erin gingen. En dat is maar goed ook, want anders hebben wij over 10, 20 jaar geen bestaansrecht. Ook in de energietransitie, meneer Harbers, zal hetzelfde gelden. Wij moeten empathisch zijn. Wij moeten zorgen dat de lokale omgeving profijt heeft van wat wij doen. Hebben we dat ooit goed gedaan? Ja. We zitten in gebieden als Schonebeek, Ameland en een aantal andere terreinen in Nederland waar wij historisch werkgelegenheid hebben gecreëerd, historisch geen aardbeving hebben veroorzaakt, historisch geen schade hebben veroorzaakt, maar wel mensen profijt hebben gegeven, linksom of rechtsom. En in die gebieden hebben wij nog steeds een prima license to operate. Daar kunnen wij nog prima functioneren. Toekomstig moet dat het beleid zijn en waar je dat niet kunt vervullen, moet je daar niet willen zijn. Dus als ik weer in een gebied ga opereren waar ik dit soort ellende veroorzaak voor de lokale omgeving, dan ben ik absoluut in staat, maar ook absoluut bereid om daar een einde aan te maken. Thijs, wil jij aanvullen? Dank u wel, op de heer Atema. Dan ga ik nu naar de heer Jurgens. Als de heer Atema even eerst zijn microfoon uit wil zetten, heer Jurgens. Ja, nog een paar punten. Meneer Van der Lee, over gewekte verwachtingen. Dat is met name besproken in de context van versterken, niet van schade. En dat komt, het is een beetje een technisch verhaaltje, door de verandering van de NPR. En daar, als u de overeenkomst, daar hebben we het over gehad met het ministerie. En de overeenkomsten zoals ze zijn getekend, is er ruimte gegeven aan de minister om te bepalen in hoeverre die financiële ruimte nodig heeft, denkt te hebben voor gewekte verwachtingen. Dus dit punt, dat was inderdaad een punt van discussie daar. Dat hebben we besproken en dat hebben we opgelost. Het gaat meer over versterken tegen, nou ja, normering van een bepaald moment dan over schadeafhandeling. En dus, u vraagt, wordt dat betaald? Ja, dat wordt betaald, want dat hebben we afgesproken in die overeenkomst betalen. IBOF heet dat in de jargon. Dan, meneer Harbers vraagt de overdracht, hè, de toekomst. De NAM is er al voor een groot stuk uit. In principe is de structuur is helder, maar we hebben wel afgesproken dat we het warm overdragen aan de overheid. Dat we dus blijven meewerken totdat de overheid klaar is om stukken over te nemen. Schade is overgenomen, behalve dan die oude schadegevallen, maar nieuwe schade, dat gebeurt door de TCMG, er is wetgeving nu in de maak, dat weet u allemaal. Versterken is intussen ook overgenomen, er zijn nog een paar stukken waar dat nog niet gebeurd is. En nou, daarom hebben wij nog steeds af en toe een overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om af te spreken hoe dat loopt. Dat gaat dus over stukjes. En dat zullen we blijven doen, zo goed mogelijk en zo snel mogelijk, zodat de overheid in staat is om dit goed te doen. En wij er uiteindelijk, en iedereen er ook van overtuigd kan zijn dat wij er niets meer mee te maken hebben. De financiële afhandeling, dat gaat op het moment is dat nog geregeld via die overeenkomsten. En dat gaat via een rekening die gestuurd wordt. En er is een bepaalde termijn afgesproken waarin we dat moeten betalen. Maar dat gaat in de toekomst
als de nieuwe wetgeving er is, gaat dat via een heffing gebeuren. Dus dat is een hele, volgens mij, recht toe recht aan manier om de financiering te regelen. En dan, voorzitter, mevrouw Beckerman, u vraagt A of B. De wereld is niet zwart-wit, maar natuurlijk willen we voor optie B gaan. Natuurlijk willen we dat proberen. En dat lukt niet altijd meteen. We hebben het ook regelmatig niet goed. Maar om een voorbeeld te noemen in de afhandeling van die laatste stukken van oude schades. Die 6.000. En natuurlijk vind ik het ook teleurstellend dat we daar een laag rapportcijfer over gekregen hebben. Natuurlijk hadden we dat graag beter willen doen. En natuurlijk is dat dan een stimulans om die, wat er nog over is, en dat zijn de hele ingewikkelde zaken over het algemeen, om dat nog beter te doen. Een voorbeeld. We hebben over het algemeen, in het begin vroegen wij om een, in sommige gevallen bij de hogere bedragen, om een bouwdepot. Dus om ervoor te zorgen dat de fondsen die uitgekeerd waren ook zouden worden gebruikt voor het herstellen van de schade. Ja, dat hebben we losgelaten. Ik begrijp ook wel dat mensen denken, we bemoeien je nu nog mee. Nou, dat hebben we dus geleerd. We hadden als voorwaarde dat er toch uiteindelijk een vaststellingsovereenkomst zou plaatsvinden om te voorkomen. Hè. Die arbitrage is geen compleet symmetrisch systeem. De NAM heeft zich gecommitteerd in het begin al in principe om de arbiter te volgen. Als er dan een uitspraak van een arbiter is en we komen eruit met de, we volgen die en de, we behandelen het af met de gedupeerde, dan wilden wij een vaststellingsovereenkomst om te voorkomen dat dit nog een keer elders opgebracht zou worden. Ook dat hebben we losgelaten intussen. Dus we leren van gaandeweg. Het technische bedrijf dat ervan uitgaat, dat denkt, nou, als je een conflict hebt en je probeert eruit te komen, dan sluit je dat af met een vaststellingsovereenkomst. Dat technische bedrijf heeft nu door dat dat niet altijd de juiste aanpak is. Dus we willen graag B. Lukt niet altijd. Dank heer Jurgens. Ik kijk even naar de commissieleden. Normaal doen we het altijd in twee ronden en dan sluiten we af. We kunnen nu nog een derde ronde doen. We kunnen kijken welke vragen er nog zijn blijven liggen. Het is aan u. Wilt u slechts interrumperen of wilt u een complete derde ronde? Een derde ronde? De heer Harbers heeft aangegeven wel eerder weg te moeten. Akkoord. Dan doen we een derde ronde als, nou, onze gasten weten dat zij tot 2 uur ongeveer hier gevraagd zijn te blijven. Dus wij gaan een derde ronde doen, de heer Van der Lee als eerste. Ja, dank. En ik moet zeggen dat ik de manier waarop de heer Jurgens de vragen beantwoordt mij beter bevalt dan u, meneer Atema. U blijft in een verwijtende toon spreken op een onterechte manier. En want als ik kijk naar wat ik heb gezegd, maar ook wat mevrouw Mulder bijvoorbeeld heeft gezegd, dan geeft het geen pas wat u zegt. Het woord genereus dat u gebruikt, ja, ik denk toch dat we ook verschillende definities hebben van wat genereus betekent. Maar ik ben wel blij met het antwoord van de heer Jurgens op mijn vraag over het verantwoordelijkheid nemen voor de kosten op basis van gemaakte verwachtingen. Dat ging bij mij ook over de versterking. Maar dat leidt me wel tot dan nog één vraag. En dat is, als deze afspraak niet tot stand was gekomen met de minister, wat was er dan gebeurd? U geeft zelf aan, dan was er alleen maar die andere knop. Het productieniveau naar beneden draaien. Wat was dan de vervolgstap geweest? En tot hoever was dan die productieknop naar beneden gedraaid? Sneller dan we nu zien? Niet? Nou, daar ben ik ook erg benieuwd naar. Dank u. Mevrouw Agnes-Mulder. Nou, ik had gewoon dezelfde opmerkingen en dezelfde vragen. De heer Sinot. Ja. Ik wil eigenlijk gewoon heel graag dat wij de problemen oplossen. En dat is ook waarom we volgens mij deze gesprekken bij voortduring voeren. En nu hoorde ik een paar aanknopingspunten waarop ik mijn vraag dan baseer.
En dat is dat de NAM nu genereuzer gaat zijn. Mag ik daar dan uit afleiden dat gewoon het eerste bod nu gewoon gelijk raak is? En dat mensen daarmee echt hun huis kunnen herstellen en niet alleen wat cosmetische ingrepen kunnen doen. Hoe genereus gaat dat zijn? En waar kunnen we dat dan aan toetsen? Want dat is echt het probleem dat we moeten oplossen. Heer Harbers, wilt u nog een vraag stellen? Dat heb ik zelf wel, dus ik vraag aan mevrouw Mulder. Maar natuurlijk, mevrouw Beckerman. Ja. Nog steeds vind ik dat we niet opschieten. En dat heeft wellicht te maken met het verschil tussen woorden en daden. Woorden zijn geduldig. U ontkent wat RTV Noord heeft geschreven. Maar u maakt ook niks verder openbaar. U zegt gewoon, het is niet waar. Maar op heel veel van die andere punten, waar u ook mooie woorden over spreekt, weten we dat de waarheid, de daden heel anders zijn. Dat gaat over die schades, dat gaat over die versterking, dat gaat over mensen die werkelijk ziek zijn over hoe de mensen is omgegaan. En niet alleen door u, inderdaad, ook de staat. En voorzitter, optie B ging niet alleen maar over mooie woorden spreken, over in de toekomst beter doen. Het ging om een hele concrete vraag. Want u zegt mooie woorden, u spreekt mooie woorden en deze week nog kiest u er weer voor om bij de immateriële schade naar de rechter te gaan. En dan heb ik moeite met uw geloof. Het vertrouwen is er nog steeds totaal niet. Waarom koopt u dat niet gewoon collectief af, die immateriële schade? En waarom, u kunt dat zo doen, zegt u niet die 90 miljoen? Of dat hele bedrag wat ik krijg ter compensatie, terwijl er nog zoveel gedupeerden wachten, ik hoef dat niet. Ik reserveer dat voor die gedupeerden. Het zijn allebei daden die u nu direct aan ons kunt toezeggen, zodat we in ieder geval met een beetje het gevoel naar huis gaan dat het enigszins zinvol was geweest. Dank u wel, mevrouw Beckerman. Ik geef het woord aan u terug als voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Atema, de heer Jurgens, de heer Jurgens. De vraag van meneer Van der Lee. Wat was er gebeurd als die overeenkomsten er niet waren geweest? Ja, we kunnen daar niet... moeilijk om daarover te speculeren. Maar dit was geen dreigement. Dit was het uiteenzetten van de scenario's. Dit was het what if. En dus ook zonder een overeenkomst, die overeenkomst, was het al helder op dat moment dat de NAM op afstand moest. Daar zijn we al eind 2016 over in gesprek gegaan met het ministerie. Het ging over de vorm. Dat was een beetje een zoektocht. Maar al veel eerder was dus duidelijk dat die afweging, dat die niet bij een private partij hoort. Dus wij hebben wel aangegeven wat kan er, wat gebeurt er, wat zijn de consequenties. Het is hartstikke ingewikkeld. Het is echt een dilemma. Maar wat er was gebeurd, is naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde. Een minister die op een gegeven moment een besluit had genomen. Want de minister heeft dat besluit ook al genomen ver. Het eerste besluit over productie is uit maart van vorig jaar. Het is een aantal maanden voor augustus. Moedig besluit van de minister. Laat ik proberen vraag 2 en 3 te antwoorden. Genereus, wat dat betekent. En dat is denk ik lastig om dat in een paar minuten te definiëren. Laat ik u één voorbeeld geven waar ik denk wij genereus zijn en waar u dat ook kunt controleren. Wij hebben in de resterende schadegevallen mensen een aanbod gedaan. En een aantal mensen hebben dat aanbod niet geaccepteerd en hebben besloten naar de arbiter te gaan. En wij hebben geregeld gezien dat de arbiter dan een lager bedrag uitkeert dan wij aanvankelijk hadden aangeboden. In al die gevallen betalen wij het aanvankelijke aanbod uit. Dus dan krijgen mensen meer dan wat de arbiter toekent. Maar omdat wij dat aanbod eerder hebben gedaan, staan we daarvoor. Ik vind dat een voorbeeld van een genereuze handeling. Kan ik dat overal staven? Nee, dat vind ik lastig om dat altijd te bewijzen. De laatste vraag over immateriële schade. Ja, wij hadden heel graag een rechtsgang voorkomen met deze WAG-stichting. We hebben een aanbod gedaan om niet alleen op grond van informatie die wij nu hebben rondom regelingen
die schade te vergoeden, maar ook deze mensen de kosten te vergoeden die zij al gemaakt hebben. Nou, de mensen hebben besloten om dat aanbod niet te accepteren, dus nu wordt het een rechtsgang en zullen we zien of dat aanbod van ons reëel was en genereus of dat het niet was. Dus immateriële schade hebben wij geprobeerd op te lossen, is ons niet gelukt. En nu zal, en soms is het ook maar goed, en de generositeit en de toetsing is ook belangrijk, soms is het ook maar goed om een arbiter erbij te hebben die als een onafhankelijk persoon een oordeel geeft. Dus ik zie dat niet altijd als winst, maar om eerlijk te zijn is het soms wel beter, want het geeft vaak wel, denk ik, iets meer neutraliteit rondom de uitkomsten en dat iedereen daar zich wat makkelijker bij neerlegt. De heer Jurgens voor een aanvulling. Ja, mag dat even, voorzitter, want behalve naast de wachtzaak is er ook de dijkzaak. En die dijkzaak die gaat ook specifiek over immateriële schade. Dat is de zaak die afgelopen maandag bij het Hof in Leeuwarden is gekomen. Dit is een zaak, immateriële schade, daar is niet zoveel correspondentie over. Of jurisprudentie is de term over in Nederland. En wij vinden het belangrijk dat er aan de voorkant duidelijkheid is hoe dit geregeld gaat worden. En we zijn daar niet alleen in. Er is ook de bevindingen van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, die zijn bevindingen zijn redelijk in lijn met onze positie daar. Wij zullen ons natuurlijk neerleggen. Natuurlijk gaan we volgen wat de uitspraak is van het hele rechtelijke traject. Het is belangrijk dat we dat duidelijk gaan krijgen. Dat is de reden waarom we dit op maandag ons verweren bij het Hof. Zijn de heer Van der Lee. Kijk, dan toch nog tot slot. In het begin werd door de heer Atema ook benadrukt. Ja, de NAM heeft een winstoogmerk. En we hebben fouten gemaakt, denk ik, als samenleving om dingen privaatrechtelijk te organiseren die we niet op die manier zo hadden moeten organiseren. En ik begrijp ook dat vanuit uw winstoogmerk u kiest voor maximale helderheid om zo die kosten zoveel mogelijk te beperken. Dat is feitelijk wat u zegt als u zegt, ja, wij zijn primair verantwoordelijk voor het winstoogmerk. Maar daar staat tegenover een ander belang, een breder belang. En als het dan gaat over termen als genereus, ja, dan is het lastig om dat te combineren met het belang van winstoogmerk. Dat constateer ik dan toch maar weer. Mag ik daar toch nog een aanvulling op? Dat mag zeker, de heer Atema. Winstoogmerk is niet voor de korte termijn. Dus wij, en dat zal soms anders zijn, en sommige mensen hebben daar heel andere gedachten over. Maar laat ik u eerlijk zijn, dat mijn winstoogmerk voor NAM is niet voor nu of voor morgen of zelfs voor volgend jaar of het jaar erop. Het winstoogmerk wat wij hebben is om voldoende geld te genereren om een energietransitie door te maken. Wij beseffen ons als bedrijf in de afgelopen 70 jaar, waarbij we door 3 transities heen zijn gegaan, dat als wij een relevante energieleverancier in Nederland willen blijven, moeten wij winst maken om te herinvesteren. En dat is waarom winst belangrijk is voor een bedrijf. Het gaat niet om het winst om het ergens op een bank te zetten. Het gaat om de winst die je gebruikt om in geothermie, groene energie en andere vormen van energie te investeren. Dus winst is vaak minder korte termijn en hopelijk vaak meer lange termijn. Maar in mijn geval kan ik u verzekeren dat het echt een lange termijn doelstelling is. En winst is een middel, geen doel. De heer Sinot, en daarna zou ik graag nog 1 keer het voorzitterschap willen overdragen. De heer Sinot. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Heel snel in het verlengde hiervan. We hebben jarenlang gewoon verdiend met z'n allen als staat, als zeg ik ook onmiddellijk, als bedrijf, aan Groningen. En dan vind ik dat de Groningers het nu verdienen, dat er niet over elke schade zo'n lange onderhandeling plaatsvindt. En dit generositeit. En dan hoor ik toch weer van, ja, maar we vinden het ook wel belangrijk dat het aan de voorkant goed geregeld is. Dus dat er juridische jurisprudentie over is. Maar dat was er ook niet toen we gas gingen boren. Dan wisten we ook niet wat voor routekaart we hadden en wat we allemaal zouden tegenkomen. Toch zijn we begonnen. Is het dan nu niet eens tijd om gewoon tegen de Groningers te zeggen, wij hebben dat hele juridische stuk, zetten we gewoon eens voorlopig aan de kant. En we zorgen dat wij in 1-op-1 deals er gewoon uitkomen met elkaar. Volgens mij moet dat toch kunnen. Heer Atema of de heer Jurgens? De heer Jurgens. Zowel voor waardedaling als voor immateriële schade is de overheid van plan om een publieke regeling op te tuigen.
En er is bij de waardedaling, is die in zicht? Is die een stuk verder? Bij immateriële schade nog niet. Dat is de juiste oplossing hiervoor. Daarmee voorkom je al deze rechtszaken, voorkom je al deze conflicten. Dus een publieke regeling, helemaal in lijn met het publiek maken van de hele aardbevingsafwikkeling, is de juiste oplossing. Daar staan wij ook achter. Ik geef het voorzitterschap aan mevrouw Agnes Mulder. Ja, mevrouw Beckerman. Ja, er zijn heel veel dingen die we als Kamer, wij zijn controlerende macht, maar op heel veel documenten kunnen wij niet controleren omdat de staat en u zelf ze vertrouwelijk houden. En nu zitten we eigenlijk op het punt, wij moeten kiezen. Geloven wij, vertrouwen wij RTV Noord, die documenten hebben, betrokkenen hebben gesproken, bronnen hebben, of vertrouwen we op uw woorden? Want meer dan dat is het niet. Er is weinig vertrouwen in u. De heer Jurgens zegt eerst bij de publicatie, het is 1,5 jaar geleden, ik kan me niet herinneren. Dat wordt, maar ontken niet dat er woorden gezegd worden. Dan wordt er nu gisteren gezegd, ja, we weten precies welk overleg het was, maar we hebben dit niet gezegd. En nu zegt de heer Jurgens, ja, het was geen dreigement, maar het was een uiteenzetting. Dus u heeft wel die woorden gesproken. Wat is het nou precies? Ik vind het heel moeilijk als u zegt, ja, u moet ons maar vertrouwen. RTV Noord heeft ongelijk. Dan vind ik dat gezien de geschiedenis en wat u Groningen heeft aangedaan al heel lastig. Maar ook gezien u steeds iets anders zegt. Het woord is aan de voorzitter. Dank u wel. Het woord is aan de heer Jurgens of de heer Atema. De heer Jurgens. Wat ik geprobeerd heb om uit te leggen is dat wij, waar dat gesprek over ging. En daar is die driehoek veiligheid, productie, verlaging, versterkingsopgave, die is aan bod gekomen. Dat lees ik ook terug in dat stuk citaat. Ik zeg citaat, het is geen citaat, want die woorden heb ik niet gesproken. Maar goed, hè, dus in ieder geval, wat daar staat, is opgeschreven door iemand die erbij geweest moet zijn. En het is een misverstand. Dus die onderwerpen die zijn wel aan bod gekomen, maar met een hele andere bedoeling en in een hele andere context. Dat probeer ik uit te leggen. Dus ik zeg, het is geen citaat. Ik heb deze woorden nooit zo gebruikt en ik heb niet gedreigd. We hebben het wel gehad over dat enorme dilemma. Hoe krijgen we Groningen zo snel mogelijk veilig? En gezien de trage progressie van de versterkingsoperatie, wat zijn de opties? Dat gesprek heeft wel plaatsgevonden. En ja, de minister heeft zich daar ook zo over uitgesproken. Dus u hebt mijn woord, maar ook dat van de minister. Dank u wel, heer Jurgens. Heeft de heer Atema geen aanvulling? Ik zag dat mevrouw Agnes Mulder graag nog een vraag of opmerking wil maken. Nee, een korte opmerking, voorzitter. Ik heb gevraagd voor specificatie. Ik heb het niet gehad en ik snap ook al waarom. En ik hoop dat we in de toekomst wel in gesprek blijven, want vandaag was het natuurlijk niet fraai wat we hier met elkaar hebben gezien. Als ik inwoner zou zijn van Groningen, dan had ik niet het idee dat we hier heel veel stappen verder hebben gezet. En ik vind dat betreurenswaardig. Ik had echt anders gehoopt. We zitten elkaar verwijten te maken over en weer. En ik vind niet dat de Groningers daarmee geholpen zijn. En ik had het ook niet zo verwacht. En ik hoop dat we toch netjes met elkaar blijven omgaan, voorzitter. Dank u wel. En ik denk dat we daarmee aan het einde gekomen zijn van dit gesprek met de Nederlandse Aardoliemaatschappij, de NAM. Ik dank de heer Atema, ik dank de heer Jurgens voor hun komst. Ik dank uiteraard mijn medecommissieleden van de LEE, Agnes Mulder, Sinot en Harbers. En iedereen die thuis heeft meegeluisterd of hier op de tribune, dank u wel. En daarmee besluit ik de vergadering.